We zijn hier vandaag op de KNVB Campus in Zeist. En wij verzorgen vandaag een workshop op het gebied van effectief omgaan met werkdruk. En dat doen we op de Veiligheidsdag van de RPS. Stress en werkdruk is natuurlijk een onderwerp waar niet alleen wij in RPS Nederland mee te maken hebben, ons bedrijf. Maar we zien dat dit onderwerp ook bij andere bedrijven echt wel speelt op dit moment. Ik ben Galit Dari, werkzaam bij ProRail als contractmanager. We hebben een raamovereenkomst met IV Infra en RPS is daar een onderaannemer van. Ik vind het wel belangrijk dat we stilstaan bij wat stress kan doen. Werk. Ja, we zien dat een derde van alle werknemers in Nederland werkdruk ervaart. Dat is een beetje een lastig te grijpen onderwerp. Wij proberen vandaag gewoon goed te duiden wat werkdruk nu precies is en wat bijvoorbeeld het verschil is met werkstress. Want werkdruk aan zich hoeft helemaal niet erg te zijn, totdat je er stress van krijgt. En die verschillen probeer ik vandaag te duiden. Sheet heeft ons een aantal handvaten meegegeven, dus het focus, het balanceren. Het prioriteiten stellen en een goede planning afgeven. Ik weet niet of stress te voorkomen is, maar wat wel goed is om te beseffen is dat je stress wel kan reguleren. Dus hoe zorg je voor jezelf? Hoe zit het met je slaapbeleid? Wat eet je allemaal? Beweeg je voldoende? Hoe kunnen we daar met opdrachtgever en opdrachtnemer tijdig anticiperen, dat we gewoon duidelijk aan elkaar kunnen vertellen van oké, dit kunnen we wel doen of dit kunnen we niet doen. Want hoe kom je de hectiek van de dag door? Hoe manage je jouw eigen energie? We begrijpen hoe we daar toch wat meer grip op kunnen krijgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook in samenspraak met onze klanten en partners. Omdat we uiteindelijk in de veiligheidsketen met elkaar werken aan een veilige werkomgeving.